Welkom bij de stelling. Drie stellingen, mijn mening. Als je natuurlijk een eigen mening hebt, kan je het gewoon achterlaten bij de comments. Nou, Jitske. Jitske. Oh Jitske. Nee, pas op hoor, pas op. Nou, Jitske. Nee, hey. Ja, nou, het is een tijd geleden dat we samen wat opgenomen hebben. Ik had er heel erg lang geleden. Volgens mij een jaartje of drie. Minecraft, ken je dat nog herinneren? Ja, ja. Ja, ja. Ja, maar ik heb echt die periode ook zoveel Minecraft gespeeld, joh, met zoveel mensen ook. Dat was echt één grote gekkenwerk. Op een gegeven moment was ik zoveel Minecraft aan het spelen dat als ik aan het dromen was in de avond, dat ik in blokjes droomde en zo. Ja. Ja, dat geloof ik best wel, maar... Blij dat ik er vanaf ben. Maar je doet trouwens andere dingen ondertussen, hè? Wat doe jij nou eigenlijk allemaal op je kanaal? Nou, ik upload FIFA vooral, op het moment. Ik heb heel klein beetje Apex Legends geprobeerd. Ik ben van plan om een webserie online te gaan zetten binnenkort. Ik heb er één testaflevering van online gezet en... Ik ben met een aantal jongens eraan aan het werken om er echt iets heel tofs van te maken, dus dat wordt heel erg leuk. Maar vooral FIFA en dat gaat heel lekker. Dat is wel zo mooi. Ja. Toch wel, aangezien FIFA niet echt heel populair is. Nou ja, ja, weet je, ik ben al een aantal zo lang bezig dat ik op een gegeven moment ook wel genoegen neem met wat er is, weet je wel. En ik heb nu dan, dat is het ja, meestal een weergave van 10.000, 15.000 per video. En dat vind ik prima zat voor 42.000 abonnees, weet je wel. Ja, nou, dat is eigenlijk wel heel veel eigenlijk. Ja. Met een heleboel mensen. Onder ja, ik ben dus zeker tevreden mee. Dus. Is best wel netjes inderdaad. Hmm. We hebben trouwens weer drie leuke stellingen uitgekozen. Ik heb trouwens één stelling zelf verzonnen. Ik miste dat toch wel een beetje van de kijkers, maar dat maakt niet uit. Het kan gebeuren natuurlijk. Misschien dat je er niet aan dacht. Ik zou zeggen, we gaan over naar de eerste stelling. Stelling 1. Een stelling van Harry. Schietspellen zijn slecht voor kinderen. En dan heb ik toevallig ook nog een andere stelling van iemand anders. Dat kan een beetje misschien combineren, dat is heel leuk, van Dimitri. Gamen moet een vak op school worden. Dat is eigenlijk precies tegenovergesteld, eigenlijk, zeg maar. Ja, het ene is positief en het andere is negatief natuurlijk. Ja. Ik vind het wel interessant. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben het met beide stellingen wel eens. Je bent het met beide stellingen eens, hè? Ja. Wil je het, ja, kun je een beetje maar argumenteren? Is... Nou ja, laatst was die shooting in Australië. En ik weet niet of je de footage hebt gekeken, maar ik vond het wel belangrijk om dat te zien. He, want er werd natuurlijk een hele hoop over gezegd overal in het nieuws, maar ik wil ook wel gewoon ja, zien wat er dan gebeurd is. En het eerste waar ik aan moest denken was, hey, dit is net Call of Duty. En daar schrok ik een beetje van. En ik had ook moeite met die sympathie opwekken, omdat ik die connectie legde met gamen, weet je wel, terwijl ik dat aan het kijken was. Dus dat vond ik heel erg gek. En het beeld deed niet extreem veel met me. Wat nou ja, me wel verbaasde. Want ik ben geen... Ik heb gewoon emoties, weet je wel. Ik ben gewoon een emotioneel mens. Dus ik vond dat heel, heel bijzonder. En ik ben dan niet eens mijn hele jeugd opgegroeid met dat soort spellen. Stel, de kinderen die groeien hun hele leven op met dit soort spellen. En het gaat een keertje zover dat ze dus gewoon... het als normaal gaan zien dat iemand daar met een wapen in first person loopt, bij wijze van de mensen neerschiet, dan is het natuurlijk heel moeilijk om er sympathie voor op te gaan wekken. En dat is wel belangrijk, vind ik. Ja. Hey, ik lees wel vaker inderdaad dat mensen dan bijvoorbeeld die dat doen, verslaafd zijn inderdaad bijvoorbeeld aan Call of Duty. Of ze zeggen dat ze eigenlijk dat hebben afgekeken van bijvoorbeeld Call of Duty. Ik heb daar toevallig al meerdere dingen over gehoord, ook een keertje een shooting op een school in Amerika. Maar je hebt wel vaker inderdaad dat. Maar ben je van mening dat het ook dan, zeg maar, door die games komt? Of nee, zeker niet. Van, nou ja, die gasten zijn gewoon al gek eigenlijk. Om het even die zijn, ja, weet je, hoeveel miljoenen mensen spelen Call of Duty en hoeveel miljoenen mensen schieten nou mensen neer in de westerse wereld? Weet je, het is een uitzondering van één op de, weet ik veel hoeveel, die zeg maar ergens een steekje los heeft zitten in zijn hoofd, waardoor die zover durft te gaan en kan gaan, zonder daar, blijkbaar moreel ergens iets te hebben dan tegenhoudt. Dus, nee, ik vind niet dat het door de schietspellen komt. En ik vind ook niet dat de schietspellen verboden zouden moeten worden of zo. Of dat ze echt slecht zijn voor kinderen. Maar het is zoiets waarop gewaakt moet worden. En er is een reden dat spellen 16 en 18 plus zijn. Dan zou ik eerder zeggen, ja, probeer daar iets harder naar te streven. Naar die leeftijd, weet je wel, die op zo'n doosje staat. Bijvoorbeeld, dat van 5 jaar staat 16 plus op. Ja, zorg ervoor dat het ook vooral in de handen komt bij mensen van 16 plus. En niet bij de jeugd die van 11, 12, weet je wel, die dan daaraan beginnen. En
mogelijk beïnvloedbaar worden door, of beïnvloed worden door, ja, door de natuur van het spel. Maar goed, ja, weet je, spel in het algemeen, niks mis mee. Schietspellen ook niet. Alleen je moet er gewoon ervoor waken dat... Maar dat is eerder verantwoordelijkheid van de ouders dan dat het verantwoordelijkheid is van de mensen die de games maken. Dus. Ja, nou, ik denk ook een beetje, bij de verkoop gaat het ook wel vaak mis. Want ja, als jeugdige persoon kan je gewoon makkelijk games kopen natuurlijk in de winkel. Ja. En ik heb nou niet echt het idee dat daar nou echt controle is over dat je, nou ja, een 18 plus game. Nou, even je ID-kaarten voorzien of zo. Ik heb het dus wel gehad vroeger, toen ik Modern Warfare 3 wilde halen in de winkel. Inruilactie bij Game Mania. Nou, ik kreeg hem dus niet mee, omdat ik te jong was en moest gewoon mijn ID laten zien en zo. Dus moest ik terugkomen met mijn moeder later in de avond om de game weer om wel te kunnen krijgen. Wat eigenlijk natuurlijk ook heel schunnig is. Maar dan nog, ja, weet je, tegenwoordig, als een ouder het koopt en het aan zijn kind geeft van 11, 12, kun je het ook niet controleren. Dus dat is heel lastig. En ik denk niet dat we dat moeten gaan controleren, want dan... Ja, ik denk sowieso dat controle in het algemeen, als het gaat over dit soort dingen, controle proberen te hebben, dat het altijd slecht uit gaat pakken. Dat eindigt in censuur en zo. Dus dat is niet zo heel handig. Maar het is gewoon de verantwoordelijkheid van de ouders om ervoor te zorgen dat die kinderen dat niet te veel spelen en ook gewoon normen en waarden meekrijgen. Ja. Maar vind je ook dan dat, trouwens, dat die bijvoorbeeld dat Peggy systeem er is, hè? Dat, ja, in FIFA. Dat staat gewoon in onder elke game. Ik zit even te kijken of ik hier het wel kan. Ja, lootboxes, basically. Nee, maar er staat achterop bijvoorbeeld Peggy. Je hebt het toevallig wel. Laat me even beeld zien. 18 jaar, ik heb hier Devil May Cry. Ja, ja. Er staat op 18 jaar. Peggy is trouwens gewoon voor games, hè? Peggy. Ja, als is kijkwijzer. Kijkwijzer is natuurlijk voor tv. Maar, dat het eigenlijk meer een aanraadbare leeftijd wordt. Ja, dat denk ik wel. Want laten we eerlijk zijn. Jij speelde waarschijnlijk ook wel spellen voor oudere leeftijden toen je die leeftijd nog niet had. Ik deed het ook. Iedereen in mijn klas deed het. Het is onvermijdelijk. Dus in plaats van het hard na te streven als eis, kun je beter gewoon zeggen, nou, dit is de leeftijd waarvan het bedrijf dat de game maakt aanraadt dat je het spel gaat spelen. Als je het eerder doet, dan zou ik het niet doen. En ik denk dat ouders dan ook een stuk voorzichtiger zijn met of ze het nou kopen of niet. Maar aan de andere kant, het games op school vind ik heel goed. Ben ik heel erg mee eens. Ja, als vak. Want je hebt natuurlijk heel veel takken in gamen. Je hebt entertainment, je hebt serious gaming, weet je wel. En er zitten zoveel maatschappelijke problemen verwerkt in games tegenwoordig, dat als je dat in een vak bespreekt en duidelijk maakt, zeg maar, dat dat alleen maar voordelen heeft voor de jeugd. Ik denk dat het nou wel een beetje gebeurt met Fortnite. Ja. Onbewust op school. Ik denk dat het wel heel vaak behandeld wordt. Ja. Het lastige is, Fortnite is natuurlijk puur gericht op entertainment. Dus het heeft geen maatschappelijk doel of zo in de game zitten. Maar het is wel maatschappelijk ontwrichtend, denk ik. Ja, en het is natuurlijk ook, het leert die kinderen ook heel erg veel. Als je gaat kijken naar game mechanics en naar de marketing achter zo'n game en dat soort dingen. En als je dat met de jongeren al bespreekt, dan krijgen ze natuurlijk op een leuke manier vakken mee die ze normaal waarschijnlijk niet interessant zouden vinden, zoals economie of zo. Dus ik denk dat het heel veel waarde kan toevoegen, alleen je moet het wel op een manier geven waarbij het ook niet alleen maar gaat om spelletjes spelen, maar ook echt om de inhoud achter die games. Maar lastig is wel, niet iedereen speelt spellen in die vorm. Dus er zal ook een deel zijn van de mensen die het totaal niet interessant vindt, van de jongeren. En die zitten dan in een les waar ze niet willen zijn. Dus dat is wel, minder handig, laat ik het zo zeggen. Ja, ik bedenk ineens, kijk, Paul die werkte eerst op een school natuurlijk, hè, bij de Echnaton in Almere. Ja. En die school die was gericht op topsport. Maar vind je dan bijvoorbeeld ook gaming, dat het een topsport kan zijn? Nou, ik ben zelf van mening dat we het niet als sport moeten benoemen. Maar het is natuurlijk wel gewoon een kunst en een vak. En als je daarin uitblinkt, ja, dan is het logisch dat je daar geld voor kan verdienen. Net als eigenlijk in elk vak het geval is. Als jij echt heel goed bent in het maken van schoenen, op een gegeven moment koopt de hele stad jouw schoenen. Een beetje een outdated voorbeeld misschien, maar snap wat ik bedoel. Of als je echt hele goede films maakt, dan zal op een gegeven moment ook meer en meer mensen die films gaan kijken. En dan komen er meer inkomsten bij en succes, weet je wel. Dus het is heel logisch dat het een gamer ook is. Alleen, ik vind het fysiek niet genoeg op een sport lijken. Mentaal misschien wel, maar fysiek niet. Dus ik zou het zelf geen sport noemen. Maar je kunt het wel op een
ja, een talentenschool als het ware, kun je het natuurlijk gewoon geven. Ja. Nou, ik ben ook wel benieuwd naar de mening van de kijkers natuurlijk, dus laten we ook vooral jouw mening achter. Ik ben trouwens van mening dat een game niet echt een vak zou kunnen worden, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het behandeld zou kunnen worden inderdaad in allerlei lessen tussendoor, zeg maar, als het ter sprake komt. Ik denk dat het ook wel heel erg belangrijk is. En ik ben ook absoluut van mening dat het gamen niet bijdraagt met het gevaar dat iemand gaat neerschieten. Ik denk inderdaad hetzelfde als jou. Ja, dat ze één debiel moeten zijn. En misschien wordt hij wel getriggerd daardoor. Dat zou kunnen natuurlijk, maar ja, misschien worden wel andere mensen weer door andere dingen getriggerd. Ja. Te gaan doen. En je weet ook niet, natuurlijk, stel hij had die trigger van het game niet gehad, was er misschien wel een andere trigger geweest die tot het exact hetzelfde incident had geleid. Dus, ja, waarschijnlijk zit er al iets bij hem, gewoon, ja. Waardoor dat gaat gebeuren, zeg maar. Alleen, ja, hoe dat gaat gebeuren, dat is altijd de vraag natuurlijk. Ja, nee, eens. Nou, dat is een mooie einde van de eerste stelling. Stelling 2. Oké, nou, stelling 2 van Jury. Iedereen moet verplicht een reanimatiecursus volgen. Ja. Heb jij trouwens zo'n cursus gevolgd? Toen ik op de middelbare school zat, heb ik het vak BSM gekozen. Dat is bewegen, sport en maatschappij. En daarin, of management 1 of 2, ik weet niet meer, lang geleden. En daarin kregen we inderdaad een reanimatiecursus, kregen we zo'n diploma ook. Maar dat is onderhand wel al heel lang geleden. Het is een jaar of 10 zijn. Ja. Dus ik weet er waarschijnlijk helemaal niks meer van, hoe het allemaal werkt. Nou ja, de techniek gaat ook verder, hè. Dus ja, dat is waar. Probleem. Dat is ook waar. Want ik heb ook een cursus gedaan, BHV, voor BHV-diploma, mm-hmm. Heb ik gehaald. 5 jaar geleden. Toen ik net vrij kwam, dat is een beetje raar om te zeggen. Maar toen kwam ik net vrij. En moet je dat elk jaar, elk 2 jaar moet je dat herhalen. Ja, om de zoveel tijd moet je dat herhalen. Om dan dat wel te blijven, zeg maar. Maar dat was ook met een pop en zo. Heb je dat ook gedaan? Ja, met zo'n pop. En dan maakten ze die mond schoon met alcohol. En dan moest je... Ja, dan moet je de nek omhoog leggen of zo. Ja, en dan moest je blazen. En dan een paar seconden wachten. En dan weer. En ja, allemaal gewoon de standaard cursus, zeg maar. Ja. En dan de stabiele zijligging of zo, weet je wel, al die dingen kregen we ook voorbij. Maar goed, ja, weet je, dat is al zo oud voor ons dat wij het waarschijnlijk niet eens meer zouden kunnen als het zou moeten. Nee. Maar ik denk, ik ben niet mee eens met de stelling. Niet eens? Nee. Oké. Okay. Nou, waarom niet dan trouwens? Nou ja, we hebben mensen die het als werk doen. Ja. We moeten er eerder voor zorgen dat die mensen sneller op plaatselijk kunnen zijn of op de plek waar het ongeluk gebeurt. Zodat het alsnog geen gevolg heeft. En als het dan wel gevolg heeft, zorg ervoor dat een x-aantal mensen het kan. Maar niet iedereen, want dat kost gewoon heel veel geld. En dat moet de overheid waarschijnlijk allemaal gaan subsidiëren. En al dat geld kan beter ergens anders zijn, denk ik. Dan maar naar als je het naar standaard op school leert, zou leren. Ja, dat is natuurlijk wel goed. Maar je moet het wel elk jaar herhalen. Of om de zoveel jaar. En elke keer dat het herhaald moet worden, kost het werk zijn geld. En dan moet waarschijnlijk een werknemer ervoor gaan zorgen dat als werknemers het kunnen. En dat kost hun weer geld. Dus ik denk dat het heel veel gedoe is om te regelen. Maar ik denk wel dat je als overheid kan stimuleren dat meer mensen het uit zichzelf gaan opzoeken. Want dat kan natuurlijk gewoon. We hebben het internet. Alle informatie is beschikbaar tegenwoordig. Je kunt het heel makkelijk zelf leren als het ware. Omgaan met zo'n, hoe heet zo'n ding, zo'n defibrillator. Ja, defibrillator. Ja, dat soort dingen. Wat hoort het zeggen. Ja, zeker. Zo. Daar struikel je wel een beetje over, als je het even heel snel uit wil zeggen. Nee, maar ik weet niet, ik vind eigenlijk wel dat het misschien wel verplicht moet worden. Ja. Dat je gewoon in ieder geval, hoe dan ook, altijd op school, hè, bijvoorbeeld ik noem maar wat in... Je basisonderwijs, tenminste eerste klas, zeg maar, van je middelbare school, dat je gewoon leert van, hey, je moet zorg verlenen. Want het is natuurlijk wel verplicht eigenlijk om als medepersoon in deze samenleving, om iemand anders hulp te bieden als dat... Als het kan, als het wel nodig is. Als het nodig is. Ja. En nu krijg je natuurlijk dat mensen heel vaak met een mobieltje lopen te filmen, wat aan de hand is. Maar ja, misschien dat dan juist de mensen ook daardoor... meer zeggen van, nou weet je, we moeten helpen. Want dat is bij geleerd. Ja, dat denk ik wel.
Maar het is natuurlijk wel lastig, want als je het ze één keer leert in de middelbare school, is dat een heel klein deel zijn dat onthoudt. Of dat het nog een keer gaat leren. Dus uiteindelijk, je wilt natuurlijk ook niet hebben dat er mensen zijn die denken dat ze het kunnen. Want ze hebben dat ooit een keer geleerd, maar ze kunnen het toch niet en ze doen alleen maar meer schade. Ze richten alleen maar meer schade aan dan dat ze helpen, als het ware. Of dat is dan ook nog een risico. Of eentje gaat er helpen en die duwt hem weg, die andere. Ja, ik kan het beter. Ja, dat moet je ook niet hebben. Dus laat mij er helper zijn. Weet je wel, iedereen staat er met zijn telefoontje. Dit is mijn moment om te shinen. Ja. Maar wie kan het eerst reanimeren? We maken een geintje erover, maar het zou best wel kunnen hoor. Dat soort dingen hoor. Dat je toch. Ja, dat zou zeker kunnen. Dat is helemaal niet zo onwerkelijk, ja. Nee. Ja, ik weet het niet, ja. Ja. Ik vind wel trouwens, ik vind zelf wel nuttig dat ik het gedaan heb. Ja, ik ook. Ik ook. En ik heb ook een aantal jaren wel dat ik gewoon goed herinnerde wat ik moest doen en zo. Ik heb het nooit hoeven gebruiken, maar als ik het moest gebruiken, nou, dan kon ik het gebruiken. Maar nu, nu heb ik geen idee meer eigenlijk hoe het moet. Ja. Nou ja, ik ben ook benieuwd naar de mening in ieder geval van de kijkers. Ja, laat het vooral weten. Stelling 3. Nou ja, de laatste stelling die heb ik zelf ingebracht, dat is zomertijd moet blijven. Nou Jesse, wat vind jij daarvan? Ja, kijk, ik weet het niet echt precies. Ja, kijk, aan de ene kant, het is natuurlijk heel fijn dat we werken en onze dag draaien in meer licht. Maar aan de andere kant kunnen we ook gewoon zeggen, in de winter begint iedereen een uur later. Weet je? En dan heb je alsnog je wat licht. Oh, maar ik zie al welke fout jij maakt, maar dat is goed juist. Oké, nee, maar... Ik vind juist goed dat je deze fout maakt, ik vind het heerlijk. Ja, ik ben benieuwd. Dat vind ik echt prima. Maar jij zegt later beginnen in de winter inderdaad, een uurtje, want dan heb je gewoon meer daglicht, toch? Ja, in de zin van gewoon zorg dat je in het daglicht werkt en je ding doet. Nou ja, ik heb me ook echt ingebracht omdat ik gewoon best wel irriteer aan mensen die niet helemaal nadenken zeg maar, hoe het in elkaar zit, zeg maar. Want mm-hmm. Als je namelijk hoog, tenminste midden in de winter zit, dan gaat de zon gaat zeg maar rond een uur of half negen op. En die gaat onder om 16:30. Ja. Dus dat is eigenlijk volledig in een werkdeel, ja. Dag, zeg maar. Hè? Van 8 tot 5, van 9 tot 5. Ja, gewoon een 8 uur durende dag. Ja, de 8 uur durende is het gewoon licht. Nou is het zo dus dat ze willen afschaffen dat de... Nee, het is sterker nog, het is eigenlijk al door, hè, vanaf 2021. Ja. Altijd de tijd de wintertijd wordt. Hè. De wintertijd is trouwens voor de kijkers is de echte tijd, hè, die er is. Hè. Ja. De zomertijd is niet de echte tijd. De zomertijd is fake. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar... het voordeel van de zomertijd, en dat vind ik echt een heel groot voordeel, is de daglichtperiode inderdaad. Dat het een uur later licht blijft, langer licht blijft, maar ook een uur later 's morgens de zon opgaat, zeg maar. Ja. Want weet je hoe laat de zon opgaat als het hoog zomer is? Hij gaat nu is hij al om, wat is het, kwart voor zes begint het al wel goed licht te worden, ja, voor mij. Een kwart nu over al. Vijf begint het al te schemeren, ja. Een kwart over vijf begint het al te schemeren, ja. Maar dus, zal het zijn, 4 uur? Nee. Al 4, zoiets? Nog veel eerder. Als ze dus de zomertijd gaan afschaffen, dan is het om 14:30 's morgens licht. Ja. En het wordt donker om, wat zal het zijn? 9:30. Ja, dus je hebt 5 uurtjes avond eigenlijk, nacht. Ja. Zoiets. Dus weinig. Ja. Nee. Maar anders hebben we tot zeg maar 22:30 licht 's avonds. Maar dan gaat de zon pas op om 15:30. Ja. Maar kijk, iedereen zit zich nou zo te zeuren over milieu en zo. Maar reken maar dat het milieubesparend is dat er zomertijd is. Want? Nou ja, als jij zomers een uur langer licht hebt, 's avonds. Ja. Nou, dan ga je minder vuurtjes stoken om erbij te gaan zitten. Je gaat minder verwarming heb je nodig. In het begin, want je hebt langer de warmte van de zon nog. Dus ja, het is ooit een keertje natuurlijk ingebracht, omdat het namelijk gewoon, het heeft geen nut dat het 14:30 s'nachts licht is. Ja, dat is inderdaad een beetje absurd. En dit is wel iets dat ik denk van bij mezelf, ik snap niet waarom er niemand op komt, dat het idee van de zomertijd was. Ja. Want iedereen zegt van als ik een uurtje, en ik hoorde toevallig ook op de radio, en dan mijn kind, die heeft er dan moeite mee, want dat ene uurtje en zo. Ik zeg,
Het is toch eventjes. Het is toch niet zo dat je gewoon 4 maanden lang last daarvan hebt of zo. Ik weet niet hoe jij er zo over zit. Toevallig is het natuurlijk voor ons nu. Tenminste, wij nemen voor de zomertijd op. En de video komt online terwijl net de zomertijd is. Dus, maar wat vind jij ervan zelf? Heb jij er last van? Nou, ik heb eigenlijk nog nooit gemerkt dat de tijd een uur vooruit of naar achter ging. Ik heb er nooit last van gehad. Ik heb 1 keer gehad dat ik mijn training miste. Omdat ik toevallig op die zondag, toen de klok vooruit ging, niet door had dat het in 1 keer een uur eerder was. Maar ja, weet je, verder heb ik nooit last van gehad. En ik vind sowieso dat we als mensen niet zoveel moeten zeiken. Je kunt of gewoon lekker die zomertijd aanhouden. Of je kunt ervoor zorgen dat je ritme anders wordt als mens in de zomer ten opzichte van de winter. En op zich is dat ook niet zo heel moeilijk om te doen. Dus het is een beetje, ik vind het een beetje zo'n stelling van, ja, mensen maken zich er graag druk om. Maar uiteindelijk, waar hebben we het over? Weet je wel, of het nou een uurtje eerder licht is of een uurtje later. Of een uurtje eerder licht wordt. Ik vind een uur een lange licht vind ik wel belangrijk eigenlijk s'avonds. Vooral als je in de zomer zit en je hebt gewoon je hele dag gewerkt. En je komt thuis om 1 uur of 6, je gaat eten. En je kunt nog lekker even in de tuin zitten. Even genieten nog van het daglicht. Terwijl je normaal gesproken zeg maar om 7 uur gaat werken, nou dan is het ook wel licht. Maar ja, je slaapt daarvoor, dus je wordt net een 1,5 uur daarvoor wakker. En het kost je gewoon 3 uur daglicht. Ja, maar goed, wat je in principe ook kan doen, is dan gewoon in de zomer een uur eerder opstaan, een uur eerder stoppen met werken en dan heb je dat uurtje ook. Dus er is wel een uitweg voor, zeg maar. Het is niet ja, maar dat dan, als... dan maakt het er niet uit of de tijd verzet wordt of dat uurtje dat je eerder gaat beginnen. Nou nee, maar goed, het is meer in de zin van dat uurtje dat je dan zeg maar verliest als de zomertijd zeg maar afgeschaft wordt. Dan dat uurtje kun je ook gewoon weer winnen door gewoon je dag een uur naar voren te halen als het ware. Dus het is ook niet het einde van de wereld als het afgeschaft wordt of niet. Maar ik moet wel zeggen, vooral in de winter is het wel waardevol. Want hoe langer je in het donker zit, de winterdepressie is niet voor niks een ding, weet je wel. En, mm-hmm. en dat komt gewoon door de weinige hoeveelheid licht die mensen binnenkrijgen op zulke periodes. Omdat er gewoon minder licht is. En nou ja, daar worden mensen depressief van. Ja, whatever kan. En dan is het wel waardevol dat je zeg maar die dag, doordat de tijd verandert, net eventjes wat langer maakt. Zodat mensen toch iets meer licht meepakken. Ja, ik merk wel dat bijvoorbeeld als het hoe langer liggend wordt, hoe meer fitter ik ben. Ja, nee, dat heb ik ook zeker. Ik kom bijvoorbeeld in de winter, kom ik 's morgens echt bed en dan... Ja, ik dat is moe een sleur, eigenlijk, hè? Zeg maar. Ja. Terwijl je in de zomer, nou ja, als ik een keertje om 6 uur wakker word, zonnetje schijnt al, Lekker. Ja. Ja. Sta wel op, weet je, het is toch al licht. Ja, het is toch al licht. Hè. Zo ga je toch denken. Maar dat heb ik ook s'avonds ook. Daarom denk ik van, ja, het is wel lekker als je tot 10:30 buiten kan zitten. 11 uur, ja, lekker buiten kan zitten, zeg maar. Dat, lekker van gaan genieten. Ik denk dat mensen dat toch wel... Onderschatten inderdaad dat ene uurtje, hoeveel dat is eigenlijk. Hoeveel waard dat is. Ja, dat moet ik wel zeggen, hè? Iedereen moet een milieu besparen. Nou, ik denk dat het een milieubesparing is als je langer s'avonds kan genieten van de zonlicht. Ja, nee, kan ik me wel aan vinden. Ja, nee, ik ben het mee eens. Ja, dat is het. Maar uiteindelijk, wat vind jij? Afschaffen of niet afschaffen? Nou, weet je, we doen het nu al zo lang. Het zit eigenlijk in iedereen's systeem. Het zit eigenlijk in iedereen's systeem dat in de zomer, dat die klok verandert en in de winter ook weer. Of ja, lente en herfst is eigenlijk. Dus waarom zou het afschaffen? Weet je, wat voor moeite is het nou dat het klokje even verandert? En dat je één dag misschien denkt van, oh, wat is het vroeg donker? Oh, het is al 8 uur. Of zo. Weet je wel? Ja, we maken ons druk om. Dus ik zou zeggen, laat het gewoon lekker zoals het is. Ja. Nou, helaas, de EU is er niet... Nee, dat blijkt, hè. Maar goed, de EU is het ook eens met artikel 13. Dus, ja. Weet je? Die hebben we gelukkig niet behandeld nu, want ja, dat... Daar ben je lang bezig. Dat is wel een leuke onderwerp. Misschien een volgende stelling inderdaad. Want er komen natuurlijk nog veel meer stellingen aan. Ik heb al een paar gepland staan. Onder andere met Diamantje. Oké. Dus, leuk, met Linda. Met Linda, inderdaad. En Jaraski ook nog, trouwens. Ja, tof. Dus, tof. Dus, maar dat zijn toekomstige afleveringen. Dit was in ieder geval Jitsen. Vond het gezellig. Ik wil je bedanken. En ik hoop dat je het leuk vond natuurlijk. En, ja, zeker. Ik vind dit soort dingen altijd leuk, want je bent gewoon lekker aan het discussiëren en zo, weet je wel. Je krijgt andere standpunten mee. En want wat je nu heel veel ziet natuurlijk in de media en gewoon overal op social media ook, is dat iedereen alleen maar aan het wijzen en schreeuwen is.
Dus dit soort civiele gesprekken zijn altijd wel nice. Want dan krijg je gewoon andere kanten mee, weet je wel. Zonder dat iedereen je een fascist noemt of een nazi of whatever. Ja. Dus ik vind het wel, ik vind het goed. Moeten eigenlijk meer mensen zouden het gewoon zo moeten doen. Want er zit zoveel waarde in. Ik denk het ook, ja. Nou. Vind ik het ook leuk om te doen, dan doe ik het ook al een paar jaar. Ik zou zeggen, jongens, check even het kanaal van Jitsen natuurlijk, als je het van FIFA houdt. Maar ik upload ook, dus jullie kijken het ook bij mij. Dus als het goed is, wel, kijken. Ja. Ja, toch? Ja. Ik dank je wel, Jitsen. Geen probleem. Like even deze video en later.